Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe voorleeskoffer. En vandaag hebben we een mooi verhaal. Een verhaal over het kleine muisje, Max. En vandaag gaat Max op ontdekkingsreis. En ook dit is een verhaal met een goed en een slecht eind. Ik ben benieuwd. De hele winter lang hadden Max en de andere rotsmuizen diep geslapen. Het had gestormd en geregend. Maar daar hadden ze niets van gemerkt. Nu werd het lente en de zee rondom het eiland was weer rustig en vredig. Langzaam kropen de eerste rotsmuizen uit hun holen en ze genoten van de warme zonnestralen. Max vond dat de winter veel te lang had geduurd. Hij stak zijn neus in de frisse ochtendlucht en begon een tocht over het eiland. Hij zag overal nieuw gras en jonge blaadjes. Maar verder zag alles er nog net zo uit als in de herfst. Max kende elk paadje, elke steen en elk hoekje van het rotseiland. Het ging hem eigenlijk een beetje vervelen dat er niets nieuws meer te ontdekken viel. Een beetje teleurgesteld ging hij op zijn lievelingsrot zitten. In gedachten verzonken keek hij over de zee naar de horizon. Wat zou daar toch zijn aan het eind van het water? Vroeg Max zich af. En toen zag Max een stuk hout drijven in het water. Hij dreef langzaam naar het strand en opeens kreeg hij een idee. Hij liep het water in en ging voorzichtig op het stuk hout zitten. En ja hoor, het bleef drijven. Ook als hij erop zat. Overmoedig probeerde hij om op het stuk hout te gaan staan. Maar hij viel meteen achterover in zee. Plons! De plank was gewoonweg te smal voor hem. Maar als hij nu nog meer hout kon vinden en stukken hout met touw aan elkaar zou maken. Dat was het. Max trok het stuk hout aan land en hij liet het aan zijn vrienden zien. En hij vertelde hen over zijn plan. De oude Balthazar herinnerde zich toen een oeroud verhaal dat zijn grootvader hem had verteld. En die had het ook weer van zijn grootvader gehoord. Heel lang geleden was er een groep muizen al eens van het rotseiland weggevaren op een vlot. Ze hadden ergens ten zuiden van hun eigen eiland een heel nieuw eiland ontdekt. En ze waren daar gebleven. Max en de andere rotsmuizen waren diep onder de indruk. Als jullie allemaal meehelpen, kunnen we samen een heel groot vlot bouwen, riep Max. En dan gaan we het eiland zoeken. Iedereen wilde graag meehelpen. Ze verdeelden het werk. Een groep muizen verzamelde hout, een andere maakte touw van planten en de derde groep vlocht een zeil van lange, platte grassplieten. Ze werkten maar door zonder te stoppen, in weer en wind, zelfs 's nachts bij het heldere licht van de toverstenen. En zo bouwden ze een prachtig vlot. En uiteindelijk durfden alleen de moedigste rotsmuizen op ontdekkingsreis te gaan. Ook Balthazar wilde liever thuis blijven. Ik ben te oud voor zo'n vermoeiend avontuur, zei hij. Maar luister goed, jullie moeten naar het zuiden varen. Zorg ervoor dat de zon 's middags altijd recht voor je staat. Misschien vinden jullie dan dat geheimzinnige eiland. En nu hoefden ze alleen nog maar drinkwater in te pakken en eten. Er moesten er ook nog toverstenen mee, want de muizen wisten immers niet hoe lang hun tocht zou gaan duren. Een beetje licht en warmte konden ze goed gebruiken als ze in de pikdonkere nacht op zee zouden zijn. De avonturiers namen afscheid van hun vrienden en ze voerden de zee op. De muizen raakten snel gewend aan het schommelen van het vlot en ze genoten van hun tocht over zee. Maar op de derde dag begon het een beetje saai en benauwd te worden. Laten we teruggaan. Dat eiland is vast alleen maar een verzinsel van Balthazars grootvader. Maar precies op dat moment riep Max vanuit de uitkijkpost: land in zicht! En ja hoor, ze zagen duidelijk een eiland in de verte. En toen ze dichterbij kwamen, merkten ze dat dit eiland er heel anders uitzag dan hun rotseiland. Het was veel groener, want er groeiden een heleboel bomen en struiken. Ze konden zelfs het eiland ruiken. De rotsmuizen konden niet wachten om er aan land te gaan. En toen zagen ze opeens muizen op het strand staan. Groen gestreepte muizen. Die stonden hen op te wachten. Hoe zouden de rotsmuizen ontvangen worden? En dit is waar je kunt kiezen tussen de goede en de slechte afloop. Dus klik op de banner en kies welk verhaal je wilt horen. Tot zometeen!